In Nederland zijn we nu al zover dat we in de discussie zitten, is social media verslaving een officiële ziekte? Je zou het niet zeggen nu Hives niet meer bestaat, maar er is nog steeds een grote social media verslaving en daar gaan we het over hebben. Ik heb hier iemand bij me die heeft een Twitter handle van 3 letters, dus die weet er alles over, denk ik. Dim van Android World. Is dat zeg maar het criterium? Nou ja, Twitter handle van 3 letters. Ja, nee, ja, inderdaad. Ik zit al heel lang op Twitter. Ik denk 9 jaar. Ik denk dat ik mijn 10e jaar inga. En ik heb het ooit voor elkaar gekregen inderdaad om @dim, wat best wel bijzonder is, te bemachten. Maar verslaving aan social media. Jij bent niet zo'n social media man, hè? Nou ja, ik zeg altijd, vanwege mijn beroep moet ik eraan geloven. En ja, ik heb ook wel een beetje het idee dat als ik niet het beroep zou doen, dat ik in ieder geval een paar van mijn accounts niet zou hebben. Maar ik moet eraan geloven. Maar niet zo, is duidelijk niet zo actief als jij ermee bezig bent. Nou, ik denk toch wel dat het minder is dan een paar jaar geleden. Op Twitter was ik super actief. Dat vond ik heel erg leuk. Snapchat, Instagram, stories vind ik ook leuk. Maar je vroeg net aan mij, vind jij jezelf verslaafd? En ik denk dat ik durf daar niet geen ja of geen nee op te zeggen. Als het een verslaving is, kan ik er wel vanaf. Mm-hmm. Maar wat eigenlijk de vraag is nu, en dat in Nederland hebben we het er veel over, maar ook internationaal, is dat social media en technologie aan zich verslavend kan werken. Wat is dan verslavend? Dat betekent dat je eigenlijk een soort dwang hebt om elke keer je telefoon te checken. Mm-hmm. Om te kijken of er berichten zijn van je vrienden en je sociale netwerk. Ook al heb je geen notificaties gehad. En dat kan verstorend werken voor je concentratie of zelfs je slaap. Deze week op Radio 1 was een interview met een jongen die echt 's nachts uit bed ging om zijn telefoon te checken. Nou, dat lijkt me natuurlijk niet echt bevorderd voor je nachtrust. En in Nederland zijn we nu al zover dat we in de discussie zitten, is social media verslaving een officiële ziekte? Ja. En zo kunnen we het dan vergoeden, de behandeling vergoeden bij de zorgverzekeraars? Ja, precies. Ja, want sowieso een jongen die dus inderdaad niet eens meer fatsoenlijk kan slapen, dat, ja, je zou kunnen zeggen dat het wat anders aan de hand is dan simpelweg een verslaving lijkt me dan, toch? Ja, nou, de tegenstanders zeggen dat is gewoon onzin. Het is ook gewoon een soort gedrag wat je mensen aanleert. En het is vaak ook sociale druk, hè? De fear of missing out, dat je dingen mist. En daar kan je als maatschappij wel heel veel aan doen. Er is een onderzoek geweest waarin naar boven is gekomen dat mensen die veel tijd op een scherm doorbrengen, dus de hele tijd in de iPad, de tablet of de telefoon zitten, dat die minder gelukkig zijn. Wanneer je dat afzet tegen mensen die ook veel sporten, met vrienden wat gaan eten en gaan drinken. Dus sociale interactie offline, zeg maar. Dat blijft natuurlijk ook belangrijk. Ik denk niet dat het een verslaving moet zijn in de zin van een ziekte. Ik denk echt dat het een soort gedragsverandering is. Het is gewoon een patroon wat doorbroken moet worden. Ja, dit is waarschijnlijk ook wel iets, als ik het zo hoor, wat uit zo'n onderzoek blijkt, dat het een soort van extreme onzekerheid, waardoor je dus inderdaad... Je weet dat Instagram, hoe mensen zich profileren op Instagram, is natuurlijk niet echt hoe ze zijn. Het zijn altijd net die vrolijke momentjes, maar daar hebben ze waarschijnlijk wel 36 foto's voor moeten nemen. Ja. Om dat zo voor elkaar te krijgen. En als je daar... Als je die knop niet op kunt zetten van oké, jongens, dit is niet echt, dan kun je daarmee gaan vergelijken en zeggen, dus ik ben minder. Mm-hmm. Dus dat zou natuurlijk wel negatieve gevolgen kunnen hebben, maar dan ga je van social media verslaving af, maar meer met wat social media met je doet. Ja, precies. Maar wat mij betreft moeten we... Nou, in Amerika hebben ze een vereniging opgericht of een alliantie van een aantal bedrijven onder leiding van een aantal ex-werknemers van Facebook en Google. En die willen voorlichting gaan geven op hoe bouw je producten, technische producten en social media en apps, waarbij je rekening houdt met verslavingsgevoeligheid en dat mensen ook weg moeten van het scherm. Dus hebben ze er ook al ideeën bij? Dus een soort van waarschuwing van je zit nu al 2 uur op Facebook, wat er in het stuk stond is dat ze eerst gaan onderzoeken hoe verslavend is het en hoe schadelijk is het. Ja. En ze willen ook gaan onderzoeken, dat is een beetje aan gelieerd, van hoe kunnen we door middel van regelgeving ook het nepnieuws en dergelijke
voorkomen of inperken. Mm-hmm. Want dat nepnieuws, dat wordt, hè, mensen, al die nieuwsberichten werken ook verslaafd. Dat is ook social media, continu die stream van nieuws, dat wil je niet missen. Ja. Dus dat willen ze ook gaan inperken. Ik denk dat ze eerst heel veel onderzoek gaan doen en daarna als de resultaten zijn gaan zeggen van oké, dit kunnen we eraan doen. Ja, oké, nou, dat lijkt me heel erg interessant om, om dan weer op in te haken wat er dan uitkomt. Dus lijkt me een heel erg mooi onderwerp voor de volgende Social Bar.